mensen in Nederland. Ik ben hier op het Hippocrates Health Institute in West Palm Beach, Florida, om verslag te doen van mijn zesde dag. Op dit instituut, waar heel veel mensen genezing vinden, bevindt zich ook een winkel waar je alle supplementen die je nodig hebt om te kunnen genezen en ook alle spullen die je nodig hebt om thuis te kunnen sprouten en darmgas te kunnen opkweken, kunt kopen. Het is een klein lief winkeltje met allemaal producten waar jullie waarschijnlijk nog nooit van gehoord hebben. Maar het bijzondere is wel dat al deze producten stuk voor stuk essentieel zouden kunnen zijn voor jouw genezing. En niet één van die producten is in feite te koop in een natuurwinkel of in een supermarkt. Dus dat geeft wel te denken dat spullen waarmee je kunt genezen eigenlijk niet toegankelijk zijn voor mensen in Nederland. Dat is dan ook de wens waarom ik heel graag dit instituut met jullie allemaal samen naar Nederland zou willen halen. Het winkeltje begint met een kleine Hall of Fame waarin de foto's hangen van een aantal beroemde Amerikanen die hier geweest zijn om zichzelf weer op de been te helpen en te genezen van ziektes. Het is misschien leuk als ik jullie daar een aantal beelden van laat zien. Dit is dus de Hall of Fame. Omdat Hippocrates al zo lang bestaat, in feite zijn ze al 80 jaar bezig en 50 jaar onder deze naam, zijn er heel veel bekende mensen hier geweest om genezing te vinden. En hebben dat ook gevonden. Ze hebben echt een hele indrukwekkende track record hier. He was here when I'm here. Dit is een overzicht van de zaden die je allemaal kunt sprouten thuis. Rode linzen, radijs, quinoa, peas. Ah, dus dit zijn die peas. Are you going over there tonight? Yeah, whole buckwheat. It's only open till 4. You only get. Oh, so that's fine. Broccoli, heel gezond ook. Alfalfa. Atsuki beans. Clover seeds. Fenugreek. Deze moeten jullie onthouden. Want deze is sterk anti-kanker. Flaxseed. Garbanzo beans. Black sunflower. Dit zwarte zaad is het zaad waarmee je zonnebloemsprouts kunt maken. En die worden hier als top nummer 1 beschouwd om te eten, de sprouts daarvan. En deze kweek je eerst op in water, maar daarna gaat ze op de aarde tot er een heel plantje van zo'n 10 centimeter uitgroeit. En dat knip je af en dat eet je onmiddellijk op. Allemaal black sunflower, dus dat is een hele sessie met alleen maar die. Hard wheat. Dit is het zaad dat we voor tarwegras gebruiken. En dat is ook een hele sexy hier. Eentje die ik veel thuis gebruik, makkelijk te sprouten. Echt als je begint, begin met mung beans. Zijn super gezond, staan ook helemaal in de top van de sprouts. En succes verzekerd. Ze worden mooi, levendig. Snel heb je er een worteltje en een staartje aan. Hartstikke goed. Millet seeds. Dat is heel klein. Een blend hebben ze hier ook van verschillende. En groene linzen. Hier is dat er van zaden crackers worden gemaakt met behulp van een dehydrator. En dan kun je door het toevoegen van verschillende kruiden
allerlei lekkere smaken aan die crackers krijgen. Je maakt dus eigenlijk met de blender een pap van zaden. Zaden die je wel eerst allemaal geweekt hebt om ervoor te zorgen dat het gif wat aan de buitenkant van zaden altijd zit om ze te beschermen, er afgeweekt is. Daarna blend je ze tot een pap en daarna doe je er lijnzaad doorheen om het plakkerig te maken. En die brei smeer je uit over een bakplaat die in een droogoven gaat en die dan op 39 graden Celsius in 2 dagen tijd de boel droogt. En dan krijg je dus allemaal dit soort crackers. Onion. Ik denk dat ik zo een paar van deze crackers ga meenemen. Iedereen die heel verzwakt is geraakt en erg veel is afgevallen door bijvoorbeeld een ziekte als kanker. Sommige mensen kunnen daardoor echt graat over of fel over been worden. Die kunnen heel goed deze Sun Warrior proteïnen nemen. Dat zijn eiwitten uit rijst. En die zijn super voor het opbouwen van nieuwe spierweefsel. En het winnen van kracht. Dus mensen die te mager zijn geworden, die krijgen dit om aan te sterken. Nou, en verder gaan we hier door de winkel. Allemaal producten. Ook huidverzorgingsproducten hier, shampoos hier. Om ervoor te zorgen dat je geen enkele toxische stof meer binnenkrijgt. Want het binnenkrijgen van al die chemische spullen, ook vooral via het wassen van je haren en gebruik van shampoos en conditioners, kunnen allemaal leiden tot ziekte. Hebben we dus de afdeling voor de enema's. Dat is dus het voor spullen die je hier kunt kopen om je darmen te spoelen. Dat kun je thuis gewoon voortzetten. Om ervoor te zorgen dat die plak die je jarenlang hebt opgebouwd, langzaam, beetje bij beetje, steeds verder je lichaam uitgewerkt wordt. Uiteraard een sectie met allemaal boeken die je kunt lezen. Een heel erg belangrijk boek is de China Study geweest. Het is een al wat ouder boek, maar dat heeft in feite al jaren en jaren geleden de grondslag gelegd aan de genezingsprocessen die hier plaatsvinden. Er is heel veel wijsheid in dit boek. Het wordt ook als een grote guru gezien. Een ander interessant iets gewoon even om te noemen. Brian Clement en Annemarie Clement, de eigenaren, hebben ook dit boek Killer Cloth genoemd. En in feite, daar mensen in Nederland, als jullie ziek zijn, trek alleen natuurlijke materialen aan. Zijde, katoen, linnen of wol. Maar doe niets aan waar polyester, polyamide of chemische spullen mee in zitten. Want het is al lang en hoog en breed uitgemeten dat wij bestaan uit biogolven. Uiteindelijk bestaan we uit lichtkwantums, uit biogolven. En die worden gewoon verstoord door het dragen van synthetische kleding. Dus draag als je ziek bent, maar eigenlijk ook als je niet ziek bent. Probeer zoveel mogelijk katoen te dragen. We hadden vanmorgen ook een lezing van een mevrouw die helemaal uitlegde hoe je de lymfe van de borsten moet stimuleren om te voorkomen dat je borstkanker krijgt of te voorkomen dat het terugkomt. En zij zei ook van nou, bijvoorbeeld synthetisch sexy ondergoed, doe het 10 minuten aan op het moment dat het past, maar trek het daarna uit en draag gewoon katoen. Ook belangrijk deze twee boeken. Hoe je wheatgrass moet maken en hoe je moet sprouten. Dat zou eigenlijk in geen enkele keuken van een ziek persoon mogen ontbreken. Eigenlijk moet ik niet zeggen ziek, maar eigenlijk moet ik zeggen iemand die met een uitdaging te maken krijgt. Het is een sectie met de juicers waarmee je het
de tarwegras kunt juicen. Dit is een klein handjuicertje voor op reis. Dit zijn handige sprout emmertjes voor op reis. Grote sproutsbekken en emmers kun je thuis gebruiken. Maar ben je op reis, dan is dit een makkelijk dingetje om mee te nemen op reis. En dit is een serieuze juicer. En dit ook voor op je keuken aanrecht. Van de machines die ook nooit ontbreekt in een echte rawfoodkeuken is deze Vitamix. Het is een dure machine. Ik geloof dat die in Europa kost die wel iets van €750. Hier is hij goedkoper, $500, dus aanzienlijk goedkoper. Maar ja, zo gaat dat vaker met producten die uit Amerika komen. De Europese importeurs moeten daar natuurlijk ook weer dik aan verdienen. Deze machine, daar kun je gewoon lekkere dingen mee bereiden. Je kan bijvoorbeeld noten inmalen en balletjes mee maken. Je kan er iets wat heel gezond is, bijvoorbeeld gewoon een hele bos peterselie in stuk slaan, tot helemaal moes is, en dan er lekker ander sap doorheen doen, en dan drink je als het ware een groene smoothie. Hier zien we het huismerk van Hippocrates. Dat heet Give Life. Een van de producten die veel mensen krijgen voorgeschreven hier is Ocean Energy. Waarom? Dat is een bron van vitamine B12. Heel belangrijk voor iedereen die op dit dieet overschakelt. B12 is moeilijk binnen te krijgen. In feite ook de B12 die je binnen zou krijgen volgens sommige mensen door het eten van vlees is absolute nonsens. Je moet een plantaardige, op een basis gebaseerde B12 hebben. Die zit hierin. Dus belangrijk om die te krijgen. Ook heel belangrijk, die iedereen krijgt voorgeschreven, zijn de enzymen. Iedere maaltijd hier slik je 5 van die enzymen vooraf. Thuis kun je het volstaan met 2 voor iedere maaltijd. En helemaal als je gekookt eten eet en je bent boven de 40 jaar, zou je eigenlijk 2 enzymen voor de maaltijd moeten slikken om ook echt je eten te kunnen verteren. Want nogmaals, in gekookt voedsel zitten geen enzymen. Om het eten dan toch te verteren, doet het lichaam een aanslag op je eigen enzymedepot. En op het laatst zit je met een totaal leeggeroofde databank van enzymen. Ik zie hier ook magnesium staan. Heel belangrijk om vrije calcium in het lichaam te neutraliseren, waardoor er een enorme ontspanning in het lichaam kan optreden. Na het douchen zou je ook magnesium op de huid kunnen smeren. Via de huid wordt magnesium ook goed opgenomen. Het geeft een enorme relaxation in je spieren. Een belangrijke product, kelp. Ja. Het is een zeewier wat gebruikt wordt momenteel door veel mensen om te voorkomen dat straling je te pakken krijgt. Op het moment dat een bepaalde stof, iodine, de schildklier goed gevuld is met iodine, dan is het blijkbaar zo dat straling geen kans maakt op je. En het is een product wat nu heel veel gebruikt wordt door mensen in verband. Dit is eentje die ik ook heb voorgeschreven. Gewoon ontstekingsremmer. Voor de zekerheid, als je gaat detoxen, word je zwakker. En zou je gemakkelijker een ontsteking kunnen oplopen. Nou, allemaal MMS, MSM, lichaams-eigen sulfur. Heel belangrijk voor allerlei stofwisselingsprocessen in het lichaam. Veel mensen ook nog nooit van gehoord. Wel een product dat ik thuis al lang gebruik.